favoriete boek van de bibliotheek is Congo van de Vlaamse schrijver David van Rijbroek. Ik vond het een openbaring. Ik was al een tijdje geïnteresseerd in Congo, ook vanwege de Afrikaanse oorlog die Nederland erg weinig aandacht krijgt. Maar toch een van de meest verschrikkelijke oorlogen na de Tweede Wereldoorlog ongeveer. En ik geloof in de menselijke slachtoffers zelfs de allerergste sinds die Tweede Wereldoorlog. Wat ik erg goed vond aan het boek is dat het niet alleen de geschiedenis van Congo beschrijft, voor zover mogelijk, want heel veel is ook niet bekend over dit land. Maar dat hij ook gewoon heel veel mensen interviewt. De gewone mensen op straat en in de cafés. Dat hij dus eigenlijk niet zozeer de politici benadert en de historici, maar de gewone mensen aan het woord laat. En daarnaast krijg je ook wel een goed beeld van het verloop van het hele conflict binnen Congo. En ook de rol die Rwanda hierin gespeeld heeft. Ja, en het is een boek waar je even voor moet gaan zitten. Dus je kan het in de week uitlezen, denk ik, maar ik heb er een jaar over gedaan. Dus een hoofdstukje, want het is eigenlijk ook te gruwelijk om in één week te lezen. Er gebeurt erg veel. Fascinerend land, komt geweldige muziek vandaan ook. Dus aanraden voor iedereen, vind ik.